Lucas Dracht. Raalte is hier met Luc Bolster. Voor FCC De Vaart opnieuw Demi van der Kemp. BMX Apeldoorn brengt hier Emiel Nijmeijer. Voor de ijzelcrossers en dus op de thuisbaan vlakken nooit uit Brian Berns. En de mannetjes die alleen maar eentje scoren. Voor de Amazonen was dat Brian van Deurwijk. En voor de bijrijders Jimmy Jansen. Heren, succes. Daar valt het hek en wie is er dan de snelste weg? Is dat Jansen of Van Eeuwijk? Ze zijn voor allebei rap vertrokken, maar het lijkt toch Van Eeuwijk te zijn. Want die houdt die tweede beeld een stuk lager en dan gaat hij gewoon als eerste die bocht in. Jansen op 2 en ook Bolster komt goed mee op positie nummer 3. Dan zien we thuisrijden Berns op positie nummer 4. En dan kan BMX Apeldoorn nog aansluiten op positie nummer 5. En dat zal dan even kijken, Emiel Nijmeijer moeten zijn. Maar vooraan is het Van Eeuwijk hoor. Hij is een paar meter los. Jimmy Jansen leek genoegen te moeten nemen met positie nummer 2. En dan zien we Bolster nog op die mooie derde positie. Of kan die thuisrijder nog wat komen? Want hij komt eraan hoor. Wow, of Brian Berns moet ik zeggen. Hij probeert nog een plekje naar voren te komen. Maar achterhoekskampioen is Brian van Eeuwijk.